Bioloog Auke Florian werkt bij Naturalis, maar is eigenlijk ook gewoon een fan. Met z'n tweeën kijken zijn ogen uit, want ook Florian ziet het museum voor het eerst. Zoveel mensen hebben gebouwd aan die zalen en ik heb al wat schetsen gezien van hoe het eruit gaat zien. Maar om er dan echt in te staan, is toch wel heel bijzonder. Dus ik kan niet wachten om ook echt naar boven te gaan en alle zalen te bekijken. Ik vind het echt een eer. Gewoon heel cool. Gewoon super interessant. Waar ben je het meest benieuwd naar? Ik denk wel echt de dinosaurussen en de vogels. Ik zie hier dinotijd staan. Dat is volgens mij jouw ding. Ja, ik wist het er echt. Tyrannosaurus Rex. Ja hoor. De enige echte. Zo, dat beest is groot. Sommige dinosaurussen liepen altijd echt met ze zo. Ik dacht dat er maar 3 dinosaurussen waren en van 1 maar alleen de schedel. En dat is bij de Triceratops, maar nu hebben we nog veel meer dieren. Gaaf. Zo, mooi. Prachtig. Wat zie je? Allemaal dieren. Allemaal van dat soort beesten die oversteken. Ja, het ziet er prachtig uit. Al die fossielen zijn prachtig uitgelicht en komen echt mooi tot hun recht. Spannende geluiden erbij, dat geeft echt een beeld van hoe het toen was en hoe die toen rondgelopen hebben allemaal. Dus het komt echt tot leven, ja. Hoe vaak ga je hier nog terugkomen? Een paar miljoen keer.